Maar ik kon het, het was bedoeld dat ik eigenlijk een soort inleiding gaf, maar ik kon het toch niet laten toen ik eenmaal bezig was om toch eens te vertellen wat we allemaal in Noord-Holland ook met waterveiligheid doen. Ook al zijn we natuurlijk, eh, uh, is het, uh, zijn we een, 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 geen functionele democratie, maar het, het raakt zo aan de RO-ontwikkeling, dus wij doen eigenlijk best veel. Uh, we hebben ook best wel, uh, dus daar wil ik het toch even over vertellen. En ik, uh, nou dat is eigenlijk dit, hè, van even een brede scope, wat doen wij met waterveiligheid en met de focus vooral op regionale kering uiteindelijk. Um, en dan heb ik een onderzin naar, naar continu inzicht in ro ontwikkelen. Daar kom ik later op terug. Uh, uh, waar we nu mee bezig zijn, waar een beetje onze scope ligt op dit moment. En ik wou toch even nog de relaties tussen Stoa en Noord-Holland. Waarom het eigenlijk helemaal niet zo vreemd is dat het nu uh, hier is. Omdat wij zijn eigenlijk best actief in het orp programma met, uh, hè, Wij zitten in het. Uh, Allebei de, de werkgroepen zorg, in ieder geval twee belangrijke werkgroepen, zorgplicht en veiligheidsbenadering, die komen vandaag heel uitgebreid aan bod met uh, workshops en zo. En daarnaast uh, zitten we ook in de begeleidingsgroep uh, visie, zijn we agenda lid van de technische commissie. Maar uh, nog vooral Kees uh, is als, uh, namens alle provincies zit hij in de stuurgroep van de Ork. Dus eigenlijk uh, ja, het is het misschien ook wel een mooi moment om, uh, uh, om het nu hier te doen. En... Uh, dus eigenlijk een belangrijk, wat Kees al ziet, belangrijk is ook voor de waterveiligheid. We zijn omgeven met water. Hè? Dus, uh, dus het gaat om de, de, de kust, hè? de, 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 de Zoute Kust met uh, de Wadden en, uh, en uh, Tessel, Maar ook met de Zoete Kust, uh, IJsselmeer, Markenmeer. Uh, en, uh, en aan de Zuidkant zit je eigenlijk, nou ja, niet helemaal aan de Zuidkant, maar ook eigenlijk de, de, de ader. Die voor ons uh, richting vanuit de zee uh, naar de Amsterdamse haven. Uh, die eigenlijk uh, heel belangrijk is voor de afvoer uh, en het beheer van ons waterverdelingsvraagstuk, maar ook het afvoer van bijvoorbeeld uh, te veel water, uh, wateroverlastproblematiek. En als je dat kijkt van. Uh, als je het over waterveiligheid uh, gaat, hebben we natuurlijk heel veel te maken met, uh, met, de, uh, met de primaire bescherming. En, en we hebben natuurlijk enorm veel uh, boezem- en regionale keringen, omdat we eigenlijk in een soort badkuip leven als Noord-Holland, uh, waarbij de zeespiegel stijgt. Uh, we krijgen meer extreme rivierafvoer die in het IJsselmeer komen. Dus daar zijn we ook aan het worstelen. We gaan met dat pijl doen natuurlijk. Hè. Ook vanwege de, het zoetwater. Euh. Nou, we hebben enorm veel last van met uh, bodemdaling. Onze droogmakerij in de veengebieden. En uh, nou ja, heel veel regen valt de laatste tijd. We hebben vorig jaar natuurlijk in uh, in heilo bij Alkmaar enorme extreme. Daar viel onze bom, zeg maar die ook in Limburg valt, die viel bij ons in Noord-Holland. Uh, en ja, en Noord-Holland is toch een economisch uh, Belangrijk uh, hart van Nederland, waar heel veel ontwikkelingen zijn. Uh, en wij hebben dat eigenlijk, ons waterveiligheidsbeleid, hoe gaan we daarmee om? hebben we opgeschreven in de regionaal waterprogramma, die is net uit uh, vastgesteld 2022, 2027. En daar zit een hoofdstuk dat heet overstromingsrisico's, uh, waar we ons waterveiligheidsbeleid en dat zit dan eigenlijk op hebben we onderverdeeld naar primaire keringen, regionale keringen en. Uh, rond overstromingsscenario's en buitendijksgebieden. Uh, en die rollen die wij vooral als provinciale overheid hebben, dat zit eigenlijk in de Europese verplichting van de ROR, is een belangrijke. Wij zijn verantwoordelijk voor de overstromingsrisico- en gevarenkaarten om één keer in de zes jaar te actualiseren. En daarnaast zijn we ook vooral een kaderstellende overheid. We stellen normen van de regionale keringen en van wateroverlast onder andere. We zijn ook een toezichthoudende rol, dus we hebben to, houden toezicht houden over de waterschappen. En daarnaast wij, zijn wij natuurlijk een algemene dekens, democratie, uh, dus wij hebben ook een, een soort uh, toetsing op het brede algemene belang. Dus uh, waar de waterschappen meer vooral natuurlijk in eerste instantie naar die verschillende functionele waterfuncties kijken, moeten wij dan kijken of dat goed past in de rest van de belangen die spelen in de provincie. En daar zitten eigenlijk onze belangen als het gaat om waterveiligheid ook. Dus als je naar primaire keringen gaat, dan gaat het bij ons vooral, hebben we eigenlijk een, een, vooral een, een toetsing aan de brede algemene belangen. Dus wij toetsen vooral uh, dijkversterkingsprojecten die, uh, die vanuit HWBP uh, worden geïnitieerd. En we kijken dan vooral natuurlijk naar uh, uh, passen, de ruimteinpassingen en kunnen we er nog heel veel mee koppelen en, en uh, kunnen we ruimtekwaliteit. Uh, dat zijn voor ons belangrijke focuspunten. Dat zie je rond de dijken zijn we daar druk mee bezig. En we zijn als speerpunt, hebben we ook gezien de, de klimaatverandering van lijn naar zone denken. We hebben ruimte, toekomstige ruimte nodig rond de keringen. Hoe gaan we dat dan met elkaar doen? Hè? Uh, samen met de waterschappen, hoe gaan we die ruimte reserveren? En kunnen we daar bijvoorbeeld... Uh, uh, nou ja, kunnen we daar, zoals Kees zegt, ademende oplossingen voor verzinnen? Hè? Bijvoorbeeld, hebben we die ruimte nu niet nodig, maar in de toekomst kunnen we bijvoorbeeld een tijdelijke bestemmen, uh, een tijdelijke uh, 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 energietransitie? Nou, dat, dat zijn wel dingen die we rond dit thema vanuit de primaire keringen vooral mee bezig zijn. Een ander belangrijk onderdeel is die overstromingsinformatie. Wat ik al zei, daar hebben wij dus een EU-verplichting. Wij zijn verantwoordelijk als provincie. En dan gaat het. Vooralsnog was het altijd dat wij het vaststellen, maar sinds de omgevingswet uh, moeten wij ook de gegevens verzamelen. Zijn wij daar ook verantwoordelijk voor? Uh, en daarom heeft dat bij ons ook best wel een prominent. Wij doen echt wel heel veel uh, rond uh, overstromingsinformatie en scenario's. Uh, wij zitten, draaien mee in de ROR, hè, dat is dat de richtlijn overstromingen. Dat, dat staat nu weer op, hè, de volgende cyclus waar wij. Uh, nou ja, namens provincies, René Piek zit hier ook, die doet heel veel. En Mirjam van Overijssel is hier ook aanwezig. Allemaal heel actief in de rol zitten wij, om die rol van de provincies te pakken. Daarnaast hebben we een landelijke database overstroming in Nederland. Dat zijn die overstromingsscenario's die wij moeten gebruiken om uiteindelijk die EU-kaarten. Nou, daar ben ik sinds vorig jaar voorzitter van geworden namens provincies, omdat wij die primaire taak hebben. Daarnaast uh, is er een werkgroep uh, landelijke voorziening overstromingen, waar de waterschappen, Rijkswaterstaat, ministerie en de provincie proberen om naar een meer eenduidig loket over overstromingsinformatie. Daar zitten dan René Piek die hier uh, en ik ook uh, in. Daarnaast uh, zijn wij als provincie, zitten wij in de stuurgroep van het SMWO. Uh, wij zijn bezig met vijf waterschappen en drie provincies om een nieuw randstadmodel te ontwikkelen. Dat is net als een samenwerkingscontract. Uh, dat loopt ook. Ook om juist weer die verbeterde overstromingsscenario's te krijgen. En ook binnen boven de Noordzeekanaal hebben wij ook een pilotproject rond SOS Flooding, wat ook gaat over hoe kunnen we overstromingsinformatie inzetten voor de crisisbeheersing. Bijvoorbeeld aanpassing in RO, dat de crisisbeheersing verbeterd kon, kan worden. En dat doen we eigenlijk al, want overstromingsinformatie heb je eigenlijk voor alle facetten van, uh, van waterveiligheid nodig. Bij het normeren, bij het ruimtelijke inrichting, uh, bij de crisisbeheersing. Dus het belang, daarom zetten wij daar best wel veel op in. Uh, nou, de regionale keringen. Wij hebben uh, drie waterschappen in onze provincie: hollands noorwijk met meer dan 1000 kilometer aan keringen. AGV, voor ons in ons gebied 300. Aan, uh, en Rijnland met 200 even snel. Hè? Dat, zal al, dat verandert steeds natuurlijk. Maar uiteindelijk komen wij aan een totaal genormeerde regionale keringen van iets van 1600 in de provincie. Uh, nou ja, daar heb je een, een soort cyclus. Daar komt uh, Sanne daar nog even verder op terug. Dus, uh, uh, dus uh, wij zijn verantwoordelijk uh, voor, dat staat ook in de verordening. Uh, wij zijn verantwoordelijk voor aanwijzen en nog meer van de keringen. Daar zijn de provincies verantwoordelijk voor. Nou, dat, uh, dat doen wij, uh, mede met de waterschappen, ook op het advies van de waterschappen, hoe we dat moeten doen. Dat is, eigenlijk, dat is dan de rol van de kaderstellende overheid. Daarnaast de verbeterde toetsen, wat de waterschappen dan mee aan de slag gaan, die moeten jaarlijks aan ons, aan GS verantwoorden hoe het daarvoor staat. En dat is dan, noemen we dan de toezichthoudende overheid. En wat uh, Ludolf ook zei, dat doen we eigenlijk vooral in de samenwerking. En dat. Uh, het is vastgelegd in de omgevingsverordening bij ons, deze taken en in het uitvoeringsbesluit West-Nederland. En West-Nederland is een samenwerking tussen, wat is het, acht waterschappen, drie provincies, waar we echt intensief op een samenwerking, op hetzelfde niveau samenwerken, om dit allemaal goed voor elkaar te krijgen. En dat is echt wel anders als het bij primaire keringen gaat, volgens mij. Um, hoe normeren we? We hebben vijf normklasses. Dat hebben we, doen we. Uh, Eigenlijk zijn die eigenlijk ingedeeld op basis van de potentiële schaderisico achter de keringen. En daar hebben we deze tabel voor, die is net opnieuw geïndexeerd, die is ook net er doorheen. Dus uh, we liepen een beetje achter met indexatie, maar uh, er zitten nou nieuwe getallen in van uh, dat gaat over potentiële schade economische waarde. Nou, soms kan er afge afgeweken worden door uh, bestuurlijke redenen om die normklasse iets aan te passen. Uh, dus eigenlijk zijn de normen uh, direct gekoppeld dus aan de economische schade die erachter zit. Uh, en die, dus, economische schade zijn dus eigenlijk direct gelinkt aan economische ontwikkeling. Dus hoe meer economische ontwikkeling komen, hoe meer schade. Dus je kunt dus zeggen dat de ruimte ontwikkeling eigenlijk direct de waterveiligheidsbeleid beïnvloedt of kan beïnvloeden en dan dus ook de normen. Uh, maar er komen wel echt heel veel ontwikkelingen op ons af. Bijvoorbeeld, we zijn bezig met een woningopgave. We, we, we willen hè, in, in tot 2030 150.000 woningen. Als we dat niet klimaatadaptief doen, wat gaat er met die normen gebeuren? Hè, dat, eh, daar maken we ons zorgen over. Niet alleen de woningbouw, we hebben met energietransitie te maken. Hè, daar. We hebben meerdere opgaves. Het gaat over. Eh, de verstedingsopgave bereikbaarheid, hè? dus de, ook de, de vitale netwerken, die, we op, die, we moeten op, die moeten we ook veilig aanleggen. Want als die uitvallen, uh, daar moeten we met de normering ook rekening mee gaan houden. Um, datacenters was bij ons een, een dingetje. Hè? We hebben natuurlijk in, de, in de Wieringenmeer een aantal grote datacenters. En wat gebeurt er dan? Staat er staat ook in de dijkverhoging dreigt door datacenters. Eh, dus dat je, omdat er dan veel economische waarde toegevoegd ineens moet die dijk allemaal omhoog. Nou goed, is dat zo? Uh, uh, nou ja, wij, uh, en daarnaast hebben we natuurlijk nog een aantal politieke ontwikkelingen. De Delta Commissaris zegt van, eh, uh, we moeten elke schop in de grond met klimaatbestendig. Dus dat komt bij ons ook af. Maar hoe gaan wij dat doen? Hoe zorgen we dat elke schop in de grondwater veiligheid wordt? Die 100 dagen brieven die Kees net uh, noemde, uh, de brief van Hugo uh, aan meerdere brieven van uh, maar bodem en water sturen in de RO. Hoe gaan we dat doen? Daar gaat Erwin daar wat verder op in, hoe zij bij Rijnland. Dus uh, daar zit ook een duidelijk al een link. Maar goed, uh, wij hebben dus van om goed te kunnen sturen in RO, want het heeft direct op waterveiligheid. Wij, uh, wij zijn natuurlijk verantwoordelijk R RO, missen wij op dit moment direct als er nieuwe plannen komen, wat is nou het effect op waterveiligheid en wat op die normen? En dan willen wij, wij, wij willen wij gewoon meer grip op hebben om, nu komen de vragen binnen, we willen nu kunnen adviseren, alleen die kennis, daar lopen we een beetje achter. Dus uh, wat ik al hier zeg, wat betekent waterveiligheid voor de normen? Hoeveel zit er nog een soort risicoruimte bij alle keringen of zijn ze eigenlijk al opgesoupeerd? Uh, en uh, om daardoor in goed te kunnen adviseren, ook als we dus gaan bouwen, moet ze klimaatadaptief of uh, op sommige plekken hebben we nog zoveel ruimte van, dat doen we dan lekker nog in laag 1. En uh, hoe zijn we daar nu mee bezig? Dus uh, we hebben in 2003 zijn eigenlijk de laatste keer de normen van onze regionale kering echt vastgesteld. En er is ondertussen natuurlijk heel veel gebeurd rond ruimteontwikkelingen, maar ook... Onze overstroomscenario's zijn enorm verbeterd. Alle waterschappen zijn met, met, vroeger hadden we de bakjesmodel, maar we zijn met 3DI, met Tigron, met Die hydro bezig, waar we veel gedetailleerder kunnen rekenen. Ook onze schaderrisico, we hebben natuurlijk de waterschadeschap, maar we hebben ook hier ze hebben allemaal die enorm verbeterd. Dus wij zijn echt benieuwd, maar we hebben eigenlijk nooit meer systematisch getoetst of die normen nog eigenlijk kloppen. Dus we zijn nu bezig om opnieuw de basis op orde, daar zijn we met HNK, hebben we daar nu een project op gestart. Met AGV gaan we een aantal pilots uitvoeren. En met Sanne gaat er zelf dadelijk op in. Die zijn dus ook met de watersysteemanalyse met Rijnland. Om te kijken van, wij moeten zorgen dat die normen op orde zijn. Dat we weten in hoeverre ze op orde zijn. Anders kunnen we niet goed adviseren, kunnen we niet de volgende stap hierin zetten. En omdat we nu daar een soort gevoelsmatig niet zeker weten, willen wij echt als provincie echt toe van, we willen nu systeems, uh, systematisch kunnen actualiseren. Dus we willen eigenlijk veel meer grip hebben op van wij weten steeds meer via ruimteplannen, hè, van via plannenvorming, wat er eigenlijk het afgelopen jaar gerealiseerd is, van kunnen we dat niet direct hè, vanuit een, uh, via, hè, doorrekenen wat dat dan eventueel betekent voor die normen. Dus daar zijn we nu, dus hoe gaan we dat dus, dat is eigenlijk van we moeten dus eigenlijk weer opnieuw naar een hè, actualis, elk jaar een actualisatie van de landgebruikerskaart op basis van ruimteplannen, maar vanuit andere ook, vanuit energietransitie, van alle bedrijven van, om te kijken van uh, nou, actualisaties over stromingsrisico's. Daar zijn de waterschappen heel druk mee bezig. Moeten ze ook in het kader van de ROR, één keer in de zes jaar. En kijken wat dat dan hè, elk jaar, of dat nou voor substantiële veranderingen uh, leidt. En uiteindelijk willen we toe natuurlijk naar elk jaar een actualisatie, maar ook plankaarten kunnen toetsen wat het eventueel doet op die normen. Dat zijn eigenlijk een beetje gedachten. En dan zijn we nu in een projectverband aan het uitzoeken van welke kennis en informatie nog wat zouden we willen hebben? Uh, nou, dat zitten hier ook. Uh, we doen dat met de waterschappen, Rijkswaterstaat is aangesloten, ook provincie Zuid-Holland doet mee en we zijn ook met Deltares in gesprek van hoe, hè, wat ligt er nou eigenlijk aan voor tools, informatie, kennis, data die we hiervoor zouden nodig hebben om te kunnen doen. En uh, nou ja, we hopen dus dat we met dit soort instrumenten... dat we dan beter onze gedeputeerden kunnen adviseren, dat we ruimtekabels beter kunnen toetsen en sturen. En, en eventueel een hulpmiddel hebben voor beleidsinstrumentarium, hè, dat we in de verordening zouden kunnen gebruiken, maar ook eventueel als toetsingskader, bijvoorbeeld voor de watertoets of waterschappen. Die, uh, en uh, nou ja, ik ben uh, ook met HNK, met, met Jan is heel druk met de zorgplicht van de regionale keringen. Je, de waterschappen hebben een zorgplicht, maar ik vind dat wij als, als provincie een RO-zorgplicht hebben. Wij moeten zorgen dat onze normen op orde hebben, dat we weten wat er op RO gebeurt. Dus daar wil ik eigenlijk op aansturen. En dit is dan het laatste plaatje. Dat ik, een, ja, ik wil eigenlijk een instrument, kennis hebben, omdat we hebben natuurlijk al 10, 15 jaar over veiligheid, maar het komt gewoon niet echt van de grond. Dus ik wil nu echt dat we daarmee aan de slag gaan. Dat we dus, als we de kennis op orde hebben, kunnen we ook de goede keuzes maken met de waterschappen, met onze initiatiefnemers van wat we hierbij moeten doen. Okay. Dat is het verhaal. Ontzettend bedankt. Heeft er nog iemand een, een leuke, interessante, nuttige vraag? Dat hij op durft te staan en gewoon niet dan. Al... Anne. Moet ik opstaan? Ja, Jij moet opstaan. Ja, ik hou me bezig met primaire keringen en het komt nou in mij op dat het misschien zorgwekkend is dat we daar de normen tot 2050 hebben vastgelegd. Omdat daar ook economische belangrijk ja, ja, ja. Nou, dat zijn wij niet meer. Wij zijn ook met. Uh, wij zijn nu ook met, uh, aan het, met de waterschap in ieder geval met Holz nog bezig van... Hoe ver gaan wij nu uitkijken? Wij, wij toetsen een keer, in, wij hebben eigenlijk een soort toetsingstermijn van één keer in twaalf jaar. Dus als we nu normen gaan vaststellen, moeten ze, moet ze dan in ieder geval aan het einde van de... Moeten ze in 2036, zeg maar, omdat wij 2024 weer gaan toetsen, moeten ze dan in ieder geval op orde zijn. Betekent dat we dan, zeg maar, in ieder geval zichtjaar 2036 mee moeten kunnen nemen. Maar ja, hoe doen we dat? Kunnen we een plank naar het maken? Maar je, met primaire kering hebben ze gewoon een soort economische weet ik wat, 1,4% aan toegevoegd, maar ze hebben daar geen nieuwe kaart. Nou, daar zijn wij ook mee aan het nadenken van, hoe kunnen we dat toch op een goede manier meenemen. Oké, dank. Had jij nog een vraag of is er Nee, ik een vraag, want je hield nog een beetje open over of er dan dijkverhogingen om de datacenters moesten komen. ik me af, is daar al een antwoord op? <laughs> Wat, zo... Wat, die... Wat een vrij uitgebreide discussie, denk ik. <laughs> die doe je niet in twee minuten. Ik, ik wil het graag nog maar liever straks dan even. je dat, erg? Ja, ja. Misschien kom. Ik doe het zo. Ik uh, leg hem nog even terug en dan doen we hem bij de plenaire discussie. Ik geef ik maar aan Kees uh, zeg maar die vraag. Dan kan, <laughs> Kees <zich een> be... <laughs> kan Kees zich vast een beetje voorbereiden. Ik vind dat wel een hele leuke vraag. Ja. Oké, okay, Bas, ontzettend bedankt.